Zo, ontmaskerd en bekend. Dat was de laatste aflevering van Dood in Eigen Rangen. Dames en heren. Disconto voet, compactdisc, stormstuw, LNG. Het zijn enkele van de vele begrippen die regelmatig in de media opduiken, maar waarvan velen onder ons eigenlijk niet helemaal het fijne van weten. Daarom is er nu een serie met als titel Encyclopedie. Een serie die deze begrippen voor u wil verduidelijken. En de eerste aflevering gaat over de nieuwe sluis in Zeebrugge. In april 1984 werd in Zeebrugge een nieuwe zeesluis in gebruik genomen. En zo'n in gebruikname is een belangrijke gebeurtenis. Want een nieuwe sluis is een belangrijke nieuwe kans voor de streek en voor het land. Zo'n zeesluis is eigenlijk een buffer tegen de verschillende waterstanden van het zeeniveau. Men gaat uit van nul niveau, gemiddeld laag water. Soms komt het water nog lager. 1 meter lager, -1. En naast laag water is er op zee hoog water. Gemiddeld 6 meter boven laag water, maar soms ook wel 7 meter. In de polder daarentegen is het waterniveau slechts 3,50 meter. Boven nul, boven gemiddeld laag water op zee. Om te vermijden dat die polder bij hoog water zou overstromen, is er een natuurlijke afscherming, de duinen. En waar die ontbreken of weggenomen zijn, moet men noodgedwongen een zeedijk bouwen. En wanneer men dan om een of andere reden een opening nodig heeft tussen polder en zee, dan heeft men een sluis nodig. Zo'n sluis is dus niet alleen een buffer, maar ook een poort naar het binnenland toe. Een sluis heeft niet één, maar twee deuren. Een deur langs de zeezijde. Als we die openen, neemt het water in de sluis dezelfde hoogte, hetzelfde niveau aan als het zeeniveau. En een schip kan binnenvaren. De deur langs de landzijde wordt dan geopend, de deur langs de zeezijde gesloten en het water zakt tot havenniveau. Het schip kan in de haven laden of lossen. Intussen trekt de zee terug, er is eb en laag water. En vloed en terug hoogwater. Intussen vaart het schip geladen in de sluis terug. De deur aan de landzijde dicht, deur aan de zeezijde open, het waterniveau stijgt naar zeeniveau en het schip kan terug uitvaren. Sinds 1900 is er in Zeebrugge zo'n zeesluis. Er is er maar één en ze is niet in de beste staat. Deze sluis is gemaakt in 1900 en voldeed aan de behoeften van de scheepvaart in 1900. Als men dan ergens stelt dat de lengte van het gemiddelde koopvaardijschip in 1900 75 meter bedroeg, dan kan men heden ten dagen stellen dat die lengtedimensie ×4 te vermenigvuldigen is. En de schepen van 1907... dat waren in de meeste gevallen zelfs nog zeilschepen. De schepen van 1984 zijn groter en kunnen nog maar nauwelijks en heel dikwijls niet meer zonder botsing met de kaaimuren in de sluisdeuren binnen. En aan de andere zijde blijft nog slechts een 0,5 meter ruimte tussen het schip en de kaaimuur.
het einde van de 50er jaren, begin 60er jaren, worden de havens geconfronteerd met twee verschijnselen. Namelijk de schaalvergroting in de scheepvaart en de uitsplitsing van diezelfde scheepvaart in verschillende types. Zo onderscheidt men ten eerste het containerschip, ten tweede de bulkcarrier, ten derde de tanker, ten vierde het ro-ro-schip en dan uiteindelijk nog de combinatie tussen de verschillende types. En elk van die types heeft zijn eigen laadruimten, loskaden en infrastructuur nodig. En dat betekent, er is meer ruimte nodig in de haven. En tenslotte is ook het onderhoud van de oude sluis een probleem. De herstellingswerken aan de sluis zijn voor wat betreft het bovenwatergedeelte gemakkelijk realiseerbaar. Voor wat betreft de delen onder water stellen er zich problemen. Het is zo dat deze sluis continu ten dienste staat van de scheepvaart en dat het uitgesloten is om deze sluis voor een drietal weken buiten gebruik te stellen. Vandaar dus de noodzaak om over een tweede sluis te beschikken. Net onder de waterlijn zitten in deze kaaimuur grote gaten. Om die te kunnen herstellen, moet men de sluis buiten gebruik stellen en droogpompen. Er is dus nood aan een tweede zeesluis. De vraag die blijft is, moet die ook in Zeebrugge komen? Ten slotte is de Belgische kust 62 kilometer lang. De plaats van de nieuwe sluis werd gekozen in de haven van Zeebrugge, omdat de toenmalige commissie die opgericht geworden is tijdens van minister De Zager, besloten heeft van precies de haven van Zeebrugge uit te bouwen, derhalve ook de sluis in Zeebrugge. Vroeger is nog wel gedacht aan de buurt van de Franse grens, want Duinkerke en ook Niepoort liggen aan relatief diep water. Langs het Westdiep bijvoorbeeld zou men met vrij weinig baggerwerken Niepoort kunnen bereiken. Maar men vreesde dat de concurrentie van Duinkerke toch vrij groot zou blijven. Een andere mogelijkheid was vertrekken vanuit de vaarweg, traditionele vaarweg, via Vlissingen naar Antwerpen. Die wordt toch al vrijgehouden. Men zou vanuit het scheur via een dieper uitgebaggerde pas van het zand dan toch gemakkelijk Zeebrugge kunnen binnenvaren. Die oplossing werd uiteindelijk verkozen. De plaats van de nieuwe sluis is gekozen geworden vlak achter de kustlijn, met andere woorden in de voormalige duingordel, met de bedoeling van achter die sluis nog een behoorlijk grote, weliswaar nog relatief kleine, maar toch een behoorlijke achterhaven daarachter te bouwen, zonder met die achterhaven te ver in het binnenland te moeten penetreren. Anderzijds ligt die sluis zo gekozen dat men via het bouwen van een nieuwe voorhaven er een behoorlijke toegang krijgt voor grote zeeschepen vanuit zee. De sluis is het draaischijf, het draaipunt tussen de voorhaven en de achterhaven. Een voorhaven is duur, een achterhaven goedkoop. Hoe meer ruimte voor een achterhaven, hoe goedkoper, dus dichtbij de kust. Een sluis houdt ook de verzanding tegen. Wat verder ligt dan de sluis, verzandt niet. Wat voor de sluis ligt, blijft onderhevig aan de getijden en verzandt. Ook dat is een reden om de sluis dichtbij de kust te leggen. De ondergrond speelt natuurlijk een belangrijke rol in alle waterbouwkundige werken die diep in de grond gefundeerd worden. De ondergrond in Zeebrugge die is, zoals in de alluviale gebieden die wij kennen, ik zou bijna zeggen vanaf Duinkerke tot in Noorwegen, waar men te doen heeft met alluviale gronden die turf bevatten, die zand bevatten, die kleilagen bevatten en die dus bepaalde voorzorgsmaatregelen vergen, maar die niet ongewoon zijn om dergelijke kunstwerken te bouwen. En dit is een schema van de ondergrond onder Zeebrugge. Links is de zee, rechts is het binnenland.
In die ondergrond zitten lagen met water onder druk. En net onder de plaats waar de zeesluis moet komen, zit een turflaag. Turf, dat is zoals een spons. Als er water in zit, zwelt dat op. Als het water eruit verdwijnt, dan drukt dat samen en krimpt. Een goede ondergrond is belangrijk. Want tenslotte, een sluis bouwen betekent een put maken en die sluis, als het ware, ingraven in die put. En elk van ons heeft al wel eens een put gemaakt. En als u een put maakt in een omgeving waar nogal wat grondwater is, dan stelt u vast dat zelfs een klein putje ogenblikkelijk vol water staat. Als men een sluis bouwt, gaat dat niet anders. Men maakt een put en die grote bouwput staat ook ogenblikkelijk vol water. En werken in zo'n put met water, dat is niet erg handig. Dit was het oorspronkelijke ontwerp. Een heel grote bouwput, uitgegraven tot 15 meter onder het nulniveau, onder gemiddeld laag water. Met kaaimuren, stevig gefundeerd en naderhand aan de zijkanten opgevuld met zand voor de stabiliteit. Zo'n put zou echter vol water komen en kwam ook vol water. En dan is er maar één hulpmiddel, droogpompen, niet tot 15 meter diep, maar tot min 23. Als men droogpompt, dan beïnvloedt men uiteraard ook het niveau van het grondwater in de buurt. In normale omstandigheden gaat dat zo. Als men het grondwater 1 meter verlaagt, dan voelt men dat effect tot 10 meter in de omgeving. In Zeebrugge was dat anders. Daar voelde men het effect van 1 meter droogpompen 100 meter ver. In normale omstandigheden zou men dus het droogpompen voelen in een kring van 230 meter rond de bouwput. Maar in Zeebrugge was dat een kring van meer dan 2 kilometer straal. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de omgeving. En de omgeving van de bouwput, dat zijn huizen. Dat is het dorp van Zeebrugge. En ook onder de huizen van Zeebrugge zit turf, een sponsachtige materie die inkrimpt en dunner wordt naarmate het vocht dat er normaal in zit eraan onttrokken wordt. Pompen betekent turf wordt droog en zakt in. Misschien, kijker, denkt u nu dat is weer een fout van een ingenieur. Integendeel, dat is juist het boeiende voor een ingenieur. Men maakt berekeningen, men maakt voorstudies. Maar die voorstudies kosten geld. En men moet als ingenieur ervoor zorgen dat men nog voldoende geld overhoudt om wat men getekend en vooraf bestudeerd heeft ook uit te voeren. Op een bepaald ogenblik moet men dus zeggen, nu gaan we bouwen. Een grote bouwput, bronbemaling, het grondwater verlagen en dan blijkt dat er een probleem is. Dat is het boeiende van het ingenieursberoep. Dan kan men zeggen, goed, wij beraden ons opnieuw en wij zien hoe wij dat probleem aanpakken om toch die sluis die we wilden bouwen te kunnen construeren. In dit geval een grondwaterprobleem. Wij gaan geen grote bouwput maken, maar we gaan de zaak opsplitsen. En een doeltreffende oplossing zoeken in een desnoods kleinere bouwput voor enerzijds de sasmuren en anderzijds het benedenhoofd met de deurkelders aan de zeezijde en anderzijds de deurkelders en de sasdeuren aan de landzijde. Dit was het plan, links de zee, rechts het binnenland. En zekerheidshalve een waterdichte wand tussen de sasmuren die men ging bouwen en het dorp van Zeebrugge. Een deurkamer langs de zeezijde. Een deurkamer langs de landzijde. Het eerste wat men deed was de bouw van de sasmuren. De voorwand van de sasmuren werd gevormd door palen die de een naast de andere in de grond gedreven werden en al dus in lengterichting een lengte vormden van 500 meter. Zo hadden wij twee lijnen die uitgevoerd werden op 57 meter afstand van elkaar. Die 57 meter die dus later de breedte maakten van de zeesluis. Een dergelijke wand van palen is uiteraard niet waterdicht.
Men maakt hem waterdicht door een tweede wand er tegenaan te bouwen. We hadden daarvoor 10 caissons ontworpen, die een hoogte hadden van 18,50 meter, een breedte van 80 centimeter in lengterichting en een breedte richting 30 centimeter. Na die 10 caissons in de grond gedreven te hebben, hebben wij de eerste caisson uitgetrokken, de vrijgekomen plaats van die caisson bij het uittrekken werd opgevuld door langs spuitbuizen een samenstelling te injecteren van zand, klei en cement. Nadat dus die eerste caisson uitgetrokken was en zijn plaats ingenomen werd door die samenstelling, door dat mengsel, werd de caisson teruggeplaatst in de grond als nummer 11. Daarna hebben we caisson nummer 2 uitgetrokken, weer met injecteren van dezelfde samenstelling en hem dan op plaats nummer 12 gezet. Zodanig, als je de cyclus herhaalt, kunt je dus inbeelden dat wij op den duur een waterdichte wand bekwamen in zand, klei, cement, die dus tamelijk flexibel was, die ook de bewegingen van de grond nog later kon volgen en die dus het waterdicht, ronddicht scherm vormde achter die betonnen geheide damplang. Een belangrijk element daarbij voor de waterdichtheid was de klei. Grote kranen werden gebruikt om de caissons terug uit de grond te trekken. Uiteindelijk kreeg men 2 muren met nog altijd grond ertussen. Die 2 waterdichte muren stonden dus op een afstand van 57 meter van elkaar. Daartussen hebben wij dan de grond weggenomen met een kutterzuiger. Wat het voordeel bood dat wij konden die grond wegnemen onder water. We moesten dus de waterstand in Zeebrugge niet meer gaan verlagen. We hebben die grond weggenomen tot pijl min 16. Dat wil dus zeggen een meter lager dan de toekomstige bodem. Daarop hebben wij een grindlaag aangebracht, een doek aangebracht en dan nog blokken gelegd, de een tegen de ander, blokken van ongeveer 20 ton, van tot pijl min 15. Aldus hebben wij dan eigenlijk de bodem gerealiseerd, de definitieve bodem van de zeesluis. En u ziet ook, deze bouwput stond vrij snel vol water. Maar dat kon geen kwaad, want de wanden waren waterdicht. Dergelijke blokken vormden de vloer. 15 meter onder gemiddeld laag water. De sasmuren en de waterdichte wanden waren gebouwd. Men kon nu beginnen denken aan de constructie van de eigenlijke kaaimuren. Met een lange zool, gefundeerd op palen die tot min 18 meter in de grond zaten en een stevig fundament vormden voor het zware gewicht van die kaaimuur. Zo zagen de palen eruit boven de grond. Klaar om daaroverheen de zool van de kaaimuur te gieten. En loodrecht op die zool de eigenlijke kaaimuur. En parallel daarmee een tweede kaaimuur langs de overzijde. Deze bouwmethode kon men niet gebruiken voor de deurkelders. Deurkamers hadden een echt droge bouwput nodig. Aan de zeezijde, dus de deurkamer Kantzee, heeft men kunnen profiteren van een waterdichte laag die zich 35 meter onder het pijl 0 bevond. Dus op pijl min 35 hadden wij hier een kleilaag aanwezig met een dikte van ongeveer 3 meter. Die kleilaag is dus waterdicht. Door dan rondom rond dat hoofd tijdens de constructie of voor de constructie zelfs van het hoofd een waterdichte wand aan te brengen tot in die kleilaag, konden wij een gesloten waterdichte doos uitvoeren. Binnenin dat waterdicht scherm hebben wij dan nog cellenwanden uitgevoerd. De cellenwanden vormden het stabiliserend effect. De waterdichte wanden het waterdicht effect. Nadien hebben wij in die doos kunnen
het water neerslaan werkelijk tot pijl min 16, zonder dat het dorp van Zeebrugge ooit werd beïnvloed. Die cellen werden geconstrueerd met behulp van heel lange, 18 en zelfs meer meter lang, lange platen in staal, die de een na de andere in de grond geheid werden rond een vorm die men vooraf had geconstrueerd. Men plaatste zo meerdere cellen naast elkaar om uiteindelijk een gesloten doos te krijgen. Dat ging aan het benedenhoofd, aan het bovenhoofd, landzijde, niet. Om de Zeebrugge te vrijwaren van een te lage waterstand, hebben wij het waterdebiet dat wij daar uitpompten, terug langs verticale pijpen, rondom rond het dorp van Zeebrugge in de grond gebracht. Die techniek noemt men hervoeding. De 600 kubieke meter per uur die wij al daar uitpompten uit het bovenhoofd, hebben wij langs dus verticale pijpen rondom rond het dorp van Zeebrugge in de grond gebracht. De rode lijnen zijn de huizen van Zeebrugge. De blauwe streepjes duiden het gebied aan waarin men water uit de bouwput aan het bovenhoofd terug in de ondergrond bracht. Voor dat gebeurde, werd dat water nog gefilterd. Dat gebeurde in grote metalen bakken, her en der opgesteld rond dit immense terrein. Van daaruit vertrokken buisleidingen naar een systeem van grachten, gespreid rond de huizen van Zeebrugge. Oorspronkelijk bouwde men die deurkelders helemaal dicht, ook op de plaats waar naderhand de sluisdeuren zouden komen. De waterdichte wand zorgde voor het waterevenwicht. Later werd een doorsteek gemaakt naar het Sas. En zo ziet dat eruit op maquette. Links, achter de kaaimuur, ziet u nog de resterende cellen. En rechts vooraan, in het donkerbruin, de ook daar achtergebleven celconstructie die blijft zorgen voor de stevigheid van de deurkelders. Als men dan een sluis gebouwd heeft, moet men ze ook kunnen bedienen. En een van de belangrijke elementen daarbij is, men moet het waterniveau in het Sas kunnen verhogen en kunnen verlagen. En bij een sluis van een dergelijke omvang gaat het om ongeveer 60.000 kubieke meter water per half uur. Bij een klassieke sluis gebeurt het via omlooprionen. Omlooprionen, dat zijn grote verbindingspijpen die achter de kaaimuren om het Sas verbinden ofwel met de zee ofwel met de dokken. Dit zou opnieuw een heel grote bouwput hebben gevergd. En dit is een mogelijke Zeebrugge vanwege de nabijheid van de huizen. Die bouwput werd zo groot omdat die buizen, die omlooprijolen, buiten het Sas en buiten de dokken om moesten gebouwd worden. En in een droge bouwput. Uiteindelijk heeft men moeten andere oplossingen zoeken. En is de keuze gevallen op het voorzien van 5 buizen, kokers, onderaan de deur zelf. Elke koker geeft een diameter van 1,80 meter en is afsluitbaar met een vlinderklep. Die vlinderklep die draait rond een verticale as en die brengen we over via een verlengstuk naar het bovendek van de deur, waar wij via de mechanische uitrusting, een gewone hydraulische vijzel, de kleppen kunnen bedienen, openen of sluiten. Het resultaat uiteindelijk voor deze sluis komt op een 30 minuten tijd, versassingstijd, voor een pijlverschil van 3 meter. Door de vlinderkleppen op het geschikte moment te openen of te sluiten, zorgt men ervoor dat het waterniveau aan beide zijden van de sluisdeur gelijk komt. Pas dan kan men zo'n sluisdeur openen of sluiten. En dat wordt gecommandeerd vanuit de controlekamer van dit sluisgebouw.
Daar kan men op meetinstrumenten de verschillende waterniveaus aflezen. En daar kan men zien welke vlinderkleppen geopend en welke gesloten zijn. En men kan ook zien welke sluisdeuren ingetrokken en welke sluisdeuren in beweging of volledig gesloten zijn. Nog even de maquette. Zo'n sluisdeur is zoals een kruiwagen. Die heeft onderaan een wiel. En die wordt achteraan aan de staart eventjes opgelicht, beweegt eigenlijk over een rails en wordt zo ingetrokken of net als een kruiwagen uitgeschoven. En aan de overzijde past de sluisdeur in een nis. En dit is de werkelijkheid. Van nu af gaat de sluisdeur afwaarts aan de zeezijde dicht. En u ziet aan de rechterrode balk dat dat inderdaad ook gebeurt. We kijken nog even achteraan. Zo'n sluisdeur is, een beetje onnauwkeurig uitgedrukt, 11 meter dik. Dat betekent, daar ligt een vrij behoorlijke rijweg op als het moet. Dat zijn de rails. Dat is de achterzijde van de sluisdeur. En bovenaan in uw beeld ziet u de kabel die die sluisdeur dicht trekt. En aan de overzijde, voor elke sluisdeur, een nis. En daarin gaat de sluisdeur zich aanpassen. U moet eens letten op deze spleet. Die staat nog open. Zo'n sluisdeur kan namelijk niet alleen in de lengterichting, maar ook in de dwarsrichting bewegen. En omdat die nog open staat, stroomt er nog water door. Als men nu het waterniveau in het SAS doet stijgen, dan gaat dat water op die sluisdeur drukken en drukt op die wijze de deur dicht. En de spleet is kleiner geworden. En als we naast de sluisdeur naar beneden kijken, merken we dat er nu geen water meer uitstroomt en de deur werkelijk afsluit. Dit was de sluisdeur aan de zeezijde. En die sluisdeur die is onderhevig aan golven die uit de zee op de sluisdeur toerollen. Als die golven te hoog worden, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat die sluisdeur niet recht op de nis afgaat, maar ernaast terecht komt. Vandaar dat er zich maatregelen opdrongen. En hier geeft men dus twee tanksystemen voorzien onderaan de deur, die en een soort aanslag gebracht worden rond een geleidingsbalk, waardoor dus die bewegingsmogelijkheid van de deur onder invloed van de golven totaal wordt tegengewerkt. Het resultaat is dat wanneer men dus een deur uitrolt, die deur wel degelijk op een paar centimeter na terechtkomt in de deurnis. En van zodra dat gebeurd is, gaan die tanksystemen open, zodat de deur weer zijwaarts kan bewegen en aansluiten. Om de golfhoogte bij stormweer toch nog te beperken, heeft men aan de toegangskaaien naar de sluis woelkamers voorzien. Dat zijn grote kelders met betonblokken daarin. En daarin lopen de hoge golven als het ware dood. Daarom ook heeft men de oude havendam behouden. De mensen die begin deze eeuw de Leopold II-dam hebben gebouwd, hebben ook voor de toekomst gebouwd. Zij hebben waarschijnlijk niet gedacht dat hun constructie ook tot op heden nog de toegang van de nieuwe zeesluis zou beschermen.
de nieuwe zeesluis die op zijn beurt dan de toekomst betekent voor Zeebrugge. Want in deze sluis worden schepen geschut tot 4 maal groter dan de schepen van begin deze eeuw. Om zodoende veilig en toegang te krijgen tot de nieuwe achterhaven. Ten slotte, kijker, is er nog dit aspect. Een sluis bouwen betekent werk. Werk voor 500 mensen gedurende meer dan 10 jaar. En een sluis bouwen betekent know-how. Dat wil zeggen, weten hoe het moet, weten hoe het kan. Dat is een vorm van weten en kunnen die men op andere plaatsen opnieuw te nutten kan maken. Dat betekent voor de ingenieurs en de arbeiders die hier gewerkt hebben, werk voor de toekomst.